Het is echt een onkruid. Nou ja, kijk, onkruid bestaat niet, hè? Nee. Planten groeien op de plek waar zij een ecologisch voordeel hebben. En het ecologische voordeel van de zilverschoon is dat die kan staan op plekken waar anderen door erover lopen verdwijnen. Ja. En dat maakt ook meteen zijn kracht. Hier hadden we sla gezaaid. En op sommige plekken komt het massaal op en op andere plekken komt het niet op. Dus wat je dan doet, is dat je net zo'n plek waar er veel staan, die verplant je dan. En dan krijg je dus homogeen overal alles verspreid. Dit heet dus verspenen. Dat is in zeg maar april, mei is echt de tijd dat alles klaar is om te groeien. Dit kun je dus niet doen als het plantje te klein is en je kunt het ook niet meer doen als het plantje te groot is. Dus ongeveer deze maat is een goede maat om die plantjes eruit te halen en ruimte te geven. En zo krijg je dus 3 of 4 keer zoveel opbrengst, want nu kan elk plantje uitgroeien tot een volledige krop. Het lijkt onogelijk, maar het is nu eind april, begin mei. Maar dit plantje hier is een zonnebloem en die gaat tot 3,5-4 meter hoogte. En dat heet ook wel aardpeer of topinambour of wat hebben we nog meer? De artisjok van Jeruzalem, allemaal hele mooie namen. En het is dus een zonnebloem die knollen vormt. En elke plant kan, als die genoeg ruimte en mest heeft, kan wel 5 kilo aan knollen vormen. En hij staat speciaal aan het einde van deze tuin, omdat hij dus tot een meter boven de onderrand van deze vlag gaat groeien. En die sterft af als de nachtvorst meer dan 3, 4, 5 graden wordt. En tot die tijd zit er geen knol aan en dan in 1 week tijd trekt hij al zijn bovengrondse energie, die is dus gigantisch, trek je dus ondergrond en dan heb je dus 5 kilo knol. Die kan je oogsten van begin november tot eind april. Dus er staat hier iets voor 300, 400 kilo. Aan aardperen. En daar weet Jonathan wel weg mee om daar soepen en sauzen en gefrituurde dingen van te maken. Heel bijzonder, hij heet niet voor niks artisjok van Jeruzalem.